Mo, goedemiddag. Na de wedstrijd tegen Kloetingen ben je denk ik weer aardig teruggekomen. Je hebt een hele lange blessure gehad. Ja. Hoe verloopt dat op dit moment? Ja, het gaat iets beter. Nog niet helemaal topfit, maar die minuten zorgen ervoor dat het steeds beter gaat. Dus het is met de week ietsjes vooruitgang. Ja. Ja. De wedstrijd van vandaag, al vrij snel op een 2-0 voorsprong. Was dat een beetje de strategie van vandaag van de trainer van Jochem na de wedstrijd van vorige week? Ja, de strategie was eigenlijk om niet anders te doen dan normaal. Dus vanuit onze eigen kracht uitgaan en altijd hoog druk willen zetten, vooral thuis. Daar zijn we vooral heel sterk in en gewoon onze ding doen. Dus ons eigen spel spelen, niet te veel naar de tegenstander kijken. Ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat we dat elke week moeten doen, omdat we gewoon een van de betere ploegen hier zijn. Dat straalde denk ik ook wel uit in het begin. Dus we voerden de druk goed op, we hadden veel de bal, we hadden wat kansen gecreëerd. Maar het voelde ook lekker zo in het veld de eerste helft, want heel veel de bal hadden, ja. Maar jullie waren scherp volgens mij. Het was, de tegenstander kreeg niet de ruimte om de bal te ontvangen en te gaan doen wat ze wilden. Ja, maar dat is denk ik ook wat onze tactiek een beetje is. Dus vooral druk willen houden, maar ook wat jij zegt, vooral na vorige week, waar alles een beetje tegen zat. En je een iets minder wedstrijd speelt, wil je gewoon andere sportlust deze week zien. Dus dat is denk ik wel gelukt. Ja. Wat denk je dat het geworden is het einde van het seizoen? Ja, het seizoen is nog lang. Bijblijven? Ja, daar gaan we wel van uit. Wij moeten gewoon per week kijken en sowieso elke week willen winnen. Maar ik denk dat het seizoen nog lang is, dus het kan alle kanten op. Alleen je hebt natuurlijk wel nu een gat achter Stedoke als ik het goed heb. Maar wij moeten gewoon per week kijken en sowieso altijd voor de 3 punten gaan. Of we nou tegen de nummer 1 spelen of tegen de nummer 10. En vandaag natuurlijk man of the match, heb ik gehoord. Ja, daar ben ik niet echt mee eens. Ik vond Wessel man of the match. Die speelde heel sterk met 2 assists en een goal. Dus ga vooral zo door. En we hopen nog de komende weken nog veel plezier van je te krijgen. Komt goed, dankjewel. Goed weekend.